buitenkant eraf gesneden. Nu ga ik hem leeg maken met een stapelmixer en een lepel. Teken ik eerst een gezichtje op de pompoen, zodat ik weet waar ik moet gaan snijden. Nu ga ik beginnen met snijden. Nu heb ik hem erin gedaan. Nu heb ik de hoed erop gedaan. Ik heb nu bij mij fratten. En dan moet ik het even zo een beetje in de lengte. En dan plak ik hem naast de neus. Zo, klaar. Dit is de pompoen geworden. Voordat ik ga afsluiten, heb ik nog één tip voor jullie. Namelijk, als het donker is, moet je kaars erin doen, zodat je in het donker ook kan zien. Bedankt voor het kijken naar mijn video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en een blauw duimpje voor mij achter te laten. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Peace!